Ja, het regent buiten, maar de mode gaat altijd door. Pieter Slaan van Verroe op de Hoogstraat. Pieter, wat voor effect heeft het weer op deze zomerse mode die de mensen al eerder hebben gekocht? Heel veel. Echt heel veel. Uh, als je echt doet uh, wat er nu gebeurt in, 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 bij ons in de winkel, het praat echt voor mezelf. Dat er uh, ja, ineens de jurken stilstaan en de lange broeken ineens weer uh, ja, eerder gekocht worden. Wat was de zomermode voor dames eigenlijk precies? Uh, bij ons was een hele grote start met hele felle kleuren. Dat, uh, dat was de eerste drie maanden. Een heel grote kleurenskala van uh, felle kleurtjes. En uh, eigenlijk na drie maanden is er een soort ommezwaai gekomen van neutrale kleuren. Zwart, taupe, uh, ecru. En met een kleurtje erbij. En ja, ik zelf voel me eigenlijk daar altijd wel een stuk prettiger bij. Even voor de jongere dames, de jonge meisjes. Wat was de zomermode voor jonge meisjes deze zomer? Uh, veel jumpsuits. Uh, toch wel shortjes, en uh, lang vesten erover, een beetje het festival gebeuren. Maar een belangrijk moment Pieter, ja, je moet alweer aan de herfstmode gaan denken. Uh, je bent gisteren op de beurzen geweest, hoe werkt dat? Je gaat naar een beurs en wat gebeurt er dan? Um... Nou, even voor de goede orde. Uh, je begint, uh, ik ben geklopt, ik ben twee dagen op pad geweest. Maar dan zijn wij niet met de herfstcollectie bezig. Dan zijn wij al met het uh, voorjaar, januari, februari, maart bezig voor 2024. Dit wat nu binnen gaat komen, en wat er ook al hangt, dat is al een half jaar geleden al ingekocht bij ons. Wie bepaalt, of wat bepaalt de mode nou eigenlijk precies? Niemand meer, jij. Nee, vroeger was het wel uh, een heel strak beeld. Dat werd gewoon bepaald ja, door de grote ontwerpers. En dan, uh, maar nu doe ieder merk waar je zijn eigen prettig bij voelt. En daar ga jij je eigen weer in, uh, ja, uitzoeken van wat past bij mij. En het is, ja, je hebt wel een paar hoofdkleuren waar iedereen mee komt. Maar het is niet meer, vind ik, van het is nu paars en we hebben alleen maar paars. Dat is niet meer. Nee. Nou zitten hoop ondernemers zitten met zomerkleding nog. Betekent dat uh, koopjes jagen? Sommige vaste klanten willen nieuw. Klaar, die willen gewoon alweer, wat uh, er bijvoorbeeld achter mij hangt, al dat paars. Dat willen de, de vaste klanten. En ja, natuurlijk, er is ook, zijn ook mensen, er zijn ook koopjesjagers. Ja, die zitten erop te wachten en uh, die hebben nog een paar dagen geduld nodig. Dan kunnen ze bij ons terecht. <laughs> Eventjes over de rokken en de jurken. Mijn vader zei vroeger altijd, je hebt lang, je hebt op de knie en je hebt boven de knie. Wat gaat dat worden in het najaar? Mm, jurken is eigenlijk wel uh, op de knie of lang, ja. Ja, voor het najaar. Dus, uh, en wij gaan dan meestal op voor de wat langere modellen voor het najaar. Een kleur die het altijd goed doet, zomer en winter door, is zwart. Hoe komt dat? Uh, veilig, uh, neutraal, uh, lang combineerbaar, uh, niet gebonden aan seizoen. Ja. En het staat overal bij, dus ja, zwart, altijd goed. Dan nog even de accessoires. Minstens zo belangrijk bij kleding voor de dames. Wat, wat is een leuke accessoire de komende maanden? Een goede schoen en een mooie tas erbij.